Ik ben gekozen als burgerstem Altena en ik blijf in de raad als burgerstem Altena. Aldus Pauline van der Tol over of dat ze de naam houdt van de partij waar ze net na de verkiezingsuitslag uitgezet werd. Wij hebben gebroken met haar. Dus wij willen niks meer met haar te maken hebben. Dus wat zij nu doet vanuit de fractie, wat zij nu doet in de raad, dat gaat buiten ons om. Wij hebben haar als lid van Burgerstem hebben we haar ook gerooieerd. Dus daarmee hebben we haar ook uit de beweging gezet. Jeffrey Himpers van de beweging Burgerstem legt uit wat er volgens hen gebeurd is. Na de verkiezingen dat we die mooie zetel wisten binnen te halen, bleek dat Paulien een andere route ging volgen dan de uitgangspunten waar we campagne voor gevoerd hebben. Dus ontstonden twee dingen. Als burgerstem hebben wij geen mening. We staan voor complete transparantie vanuit de inwoners. En we wilden letterlijk de stem van de inwoners vertegenwoordigen in de raad. En Paulien ging vertrekken vanuit haar eigen standpunten. Zonder dat raadplegen, zonder die vertaalslag. Ja, daar konden wij niet langer bij leven. Tweede is dat wij altijd gezegd hebben, met 14 staan wij op 1. Dat we samen die fractie in zouden vullen. En op haar eigen houtje heeft zij burgerleden aangewezen, gecommuniceerd met de gemeente, met de Griffie. En de rest van de 10, die hadden daarbij het nakijken. En ja, daar staan wij niet voor. Dus daardoor moesten we helaas breken met Paulien. Op de aantijgingen vanuit Burgerstem Altena wil Pauline zelf niet reageren. Daar is te veel modder voor gegooid. Daar ga ik niet meer op in. Nee. Maar waar staat dan de burgerstem van Pauline van den Tol voor? Ik heb zelfs ook mijn flyer meegenomen. Daar staat dus duidelijk op waar gaat Burgerstem Altena voor. Die gaan voor de platform. En waar gaat Pauline van den Tol van Burgerstem Altena voor? En er staat er 3 punten, het ouderenwerk en de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dus dat was mijn verkiezingsbelofte en die blijf ik gewoon houden. In een digitaal platform ziet Van der Tol tot op heden niks. Het digitaal platform komt in ieder geval niet bij mij, want ik heb daar van het begin af aan gezegd, daar heb ik de capaciteiten niet voor. Dus dat zou dus de rest van de groep doen. Die zijn ermee bezig. En als ze een goed platform hebben en een grote aanhang, dan zijn ze van harte welkom bij Burgerstem Altena. Heeft u dan niet spijt van dat u zelf niet op die eerste plaats stond? Ja, spijt. 14 op 1 zijn we vanuit vertrokken. We zijn hard op zoek geweest naar een kieslijst. We hebben 14 mooie mensen daarvoor gevonden. Van 16 tot, volgens mij was het 73. 50% man, 50% vrouw. En een van de besluiten die we daarbij namen is om ons te onderscheiden, is dat we een vrouw gevraagd hebben om op nummer 1 te gaan staan. En dat we als duo lijsttrekkers gefungeerd hebben. Dus nee, ik heb daar achteraf natuurlijk wel spijt in. Omdat dus niet het gedachtegoed van Burgerstem in de raad vertegenwoordigd wordt. Ja, daar hebben we natuurlijk enorm veel spijt van. De kieswet sluit niet uit dat een kandidaat die is gekozen op een bepaalde lijst zich na toelating tot het vertegenwoordigde orgaan afsplitst. Dit lid kan zich na afsplitsing vervolgens aansluiten bij een andere fractie of als een zelfstandige fractie verder gaan. Over naamvoering is in de kieswet niks geregeld. Ze zit niet namens de beweging in de raad. Ze zit namens mevrouw Van der Tol zit ze in de raad. Daarbij hanteert ze de naam Burgerstem. Voor zover we weten valt daar weinig tegen te doen. Ik vind het al heel veel over de persoon zeggen. Gezien dat ze geen verleden heeft met het initiatief. Dat er kennismaking is geweest tijdens het opstellen van de kieslijst. Dat ze gecommit heeft op het gedachtegoed. Dat ze het gedachtegoed nu niet uitdraagt. Nou, het is erg teleurstellend dat ze wel de naam daarbij blijft gebruiken. Dat als zij vindt dat de mensen op haar hebben gekozen, ja, wees dan ook een grote mevrouw en kies dan ook voor een eigen naam en ga niet onder de naam Burgerstem verder. Heeft een hoop geld gekost, die campagne? Ja. En dit is allemaal privé gefinancierd. Dus ik begin helemaal te stamelen. Het is gewoon triest. Het is gewoon erg. Doet pijn. Ja, geld is niet het belangrijkste. Het gaat ook om de energie. Je hebt gewoon een fulltime job. Daarnaast is het campagnevoeren ook een fulltime job. De explosie van vreugde met de verkiezingen was gigantisch in de groep. En eigenlijk de week daarna ging het al de verkeerde kant op. Ja, wat doet dat met een mens? Dat is echt teleurstellend in de mens. Ook in de mens van de Tol. Heel jammer.